Hallo, ik ben DJ Koordezak en ik ga samen met Jan Vrij, de stadsbeheerder hier van Hasselt, gaan we nu vrijdag Carry On Jam doen. Carry On Jam staat voor nieuwe muziek die ik samen met DJ Koordezak gemaakt heb. Gespeeld vanuit de toren van de Sint-Quintinus-kathedraal. De DJ kruipt mee de toren in en zijn klanken worden van daaruit even luid versterkt als de bijaard. Sowieso is het al verrassend om een andere klank te horen vanuit de toren dan alleen maar de klokken. Maar het leuke ook aan dit project is dat de DJ, dat is één man, maar eigenlijk neemt hij een heel orkest mee. Het idee is dan dat ik, omdat ik natuurlijk maar twee handen heb, dat er een soort backing track meeloopt, waarop dat ik dan aanvul met de live scratches die ik erop speel, verschillende geladen, instrumenten, stemmetjes. En Jan speelt daar mee op via de bijaard. Het begint altijd bij een idee. Dat komt ofwel van de DJ ofwel van mij. Hij stuurt een melodie door naar mij of ik stuur wat werkideeën door naar hem. En zo gaat dat over het internet heen en weer. De nummers zijn heel uiteenlopend van stijl. Er zit een swingnummer tussen, een reggae-nummer, een meer electro-achtig nummer. Maar dat is ook omdat we aan het verkennen zijn wat we kunnen met die baar. We hebben alle twee onze sound, onze klank wel en onze stijl en er zal wel een zekere coherentie in zitten. En dat is eigenlijk niet zomaar een première voor Hasselt, maar is zelfs een wereldpremière. Ik kijk er heel erg naar uit om te zien wat onze muziek gaat doen. Het blijft altijd spannend, een première natuurlijk. Ik ga nu vrijdag door in Hasselt om 8 uur aan de basiliek. De basiliek aan de Vismarkt in Hasselt. Aan de kathedraal op de Vismarkt in Hasselt om 8 uur. Met een hele hoop animatie, geluiden, klanken vanuit de toren. En dansers en danseressen en cocktailbar en de moeite hoor. Hey.